Voor Koen van Sprang is koffiezetten geen baan, maar een wetenschap. Hoeveel gram koffie moet er in het espressoapparaat? Hoeveel milliliter water moet daar doorheen sijpelen? En in hoeveel seconden? En welke machine gebruik je? En welke bonen? We gebruiken hier ons eigen houseblend. Sinds kort op de molen. Het is een 80% Brazilië, 20% Nicaragua. Nicaragua koffie, nou, vers gebrande koffie. En dan heb je prima koffie voor de consument. Maar bij een jury op een WK moet je met heel andere koffie aankomen. Het is de bedoeling dat je de koffie omschrijft die je meeneemt in smaak. En als de jury dat ook daadwerkelijk proeft, dan krijg je daar de hoogste waardering voor. Daarnaast is het wel de bedoeling dat je de jury prikkelt. En mijn bedoeling is altijd geweest om de jury iets nieuws te leren of iets te laten zien vanuit een ander oogpunt of een ander inzicht. En dat valt natuurlijk niet mee bij een jury die alles al heeft geproefd. Op het vorige WK in Colombia werd Nederland vertegenwoordigd door Yakup Aydin, die er 9e werd. Dat was al een knappe prestatie, maar Koen van Sprang denkt dat het nog wel beter kan. Het nieuwe kampioenschap is pas in juni, maar nu al is Van Sprang bezig met het uitzoeken van de juiste koffie. Dat doet hij bij zijn importeur in Amsterdam, waar exotische bonen worden gemalen, geroken en geproefd. Je beoordeelt die koffie op een aantal manieren, op de droge geur, op de natte geur en op de smaak. Dus het is voor mij ook een beetje koffie verkennen. Ja, en als je van smaak houdt, of het nou in koffie of in wijn of met eten is, dan denk ik dat je dit interessant vindt. Ja. Wat is dit? Ja, dat is aardbeien. Aardbeien een beetje te bakkerig. Dit zijn wel de dingen die je voor een wedstrijd zoekt. Dat zijn die buitenbeentjes, die buiten de marge vallen, zeg maar. Die de koffie extra interessant maken. Dan is het tijd om het water op te schenken. Hij beoordeelt nu eigenlijk de natte geur van de koffie. De droge geur hebben we net al even snel gedaan. En zometeen gaan we de koeken breken. En dan wordt, zeg maar, heel even, wordt er 3 keer heen en weer gegaan met de lepel. Om, zeg maar, die extractie op gang te brengen. En dan wordt de rest er afgeschept. En dan gaan we het opscheppen en slurpen. En dat is, op die manier gaan we de koffies echt daadwerkelijk fysiek beoordelen. Hoe is de natte geur? Ja, hiervan zei ik al van de droge geur dat die interessant was. Hè? Dat was de aardbeienkoffie. En dat heeft hij nog steeds. Maar die geur kan ook veranderen. Ik vind deze namelijk aantrekkelijker nu die nat is dan de droge geur. Ja. Interessante koffie, hè, hoor. Ja. Zo, die is kruidig zien. Ja, het doet mij heel erg denken aan... Aan wat? Aan aardbeien bubblegum. Ja. Ja, nu heb je eigenlijk een idee van waar de koffie naartoe gaat. Je hebt de droge aroma's geroken, je hebt de natte aroma's nu geroken. En dan nu komt het daadwerkelijke proeven. En dan kijk je of die koffie, zeg maar, wat hij belooft, of hij dat ook gaat waarmaken. Voor het proeven moet de koffie worden verneveld op de tong. En daartoe wordt er flink geslurpt. Dit is mooi, Koen. Ik vind deze ook echt lekker, Theo's. Nog een half jaar heeft Koen van Sprang om de perfecte koffie te vinden. En die tijd heeft hij hard nodig. Het zou het mooiste zijn als we in februari alle koffies hier binnen zijn. En uiterlijk maart daar de knopen ervoor door kunnen hakken. Nou, daar streven we naar. Zodat we wat langs de tijd hebben om om ze op verschillende manieren te branden. En dan nog verschillende manieren te zetten. En de gebrande koffie te proeven na 12 dagen, na 13 dagen, na 15 dagen, na 18 dagen. Zoals gezegd, het is wetenschap, maar wel een aangename wetenschap. Jezus man, dit is toch heerlijk. Ik word er echt helemaal geil van.